Olivier uit Dordrecht is een van de klanten die naar de opvang in Rotterdam gebracht wordt. Iedere dag worden honderden ouderen en beperkten vervoerd door de boezem. Het vervoersbedrijf bestaat bijna 60 jaar. Er werken 120 mensen voor wie het faillissement hard aankomt. Wij wisten echt helemaal van niets. En ik denk dat ook de directie het daar heel erg moeilijk mee heeft gekregen dat het zo plotseling allemaal is afgegaan. Ik werk daar nu 16 jaar en het is altijd geweldig geweest. Dus dit was echt een klap voor iedereen. We rijden per dag zo'n ruim 700 mensen, geloof ik. Dus dat is best een hele klap. Voor iedereen die daarmee mee gemoeid is. Je bent echt emotioneel, hè? Ja, ik ben echt emotioneel, sorry. Het personeel hoopt op een doorstart. Voor de klanten van de boezem moet nu alternatief vervoer worden gezocht. Maar voor Olivier is deze verandering onbegonnen werk. De veranderingen voor Olivier die houden in dat zijn gedragsproblematiek ernstiger wordt. Hij is pas ook van dagverblijf gewisseld. Dat zijn ook allemaal gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen. En daardoor vergroot zijn innerlijke onrust. Hij gaat dan scheuren. Zijn kleding, de gordijnen, alles wat van stof is, maakt een beginnetje met zijn tanden en maakt hij stuk. Olivier is er zeker van in de war. En zeker omdat Olivier niet kan praten en niet veel begrijpt, of eigenlijk weten we niet wat hij begrijpt, kunnen we hem niet uitleggen dat er iemand anders komt of dat er weer iemand anders komt de volgende dag. Dus sommige kinderen zijn al in paniek als door een wegomlegging een andere route wordt gereden nu. En hoe de toekomst opgevuld gaat worden en hoe dat gaat lopen en of er vervoer komt en hoe dat gaat worden ingevuld, dat weten we helemaal nog niet. Het bedrijf mag van de curator nog enkele weken doordraaien, maar dan valt definitieve doek.